Hey, zullen we ergens dit bespreken? Of boven bij jou bespreken? Of bij mij binnen bespreken? Vaker over hebben, denk ik. Dat wij gewoon misschien, wat jij zegt, samen een bedrijf starten is nog niet eens zo'n slecht idee. Ja, kijkers mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Godsamme. Ik ga de intro niet opnieuw doen, maar in ieder geval mensen, welkom in het oh zo mooie Mindtopia. En ik sta op mijn club, zoals jullie zien, heb ik niet een soort van shaders. Ik heb het Optify, ik heb de Optify shaders even aangezet, want dat lijkt me wel leuk. Ik heb mijn gezicht trouwens in een rondje. Laat me even weten of je het leuk vindt, zeg maar, mijn facecam in een cirkel in plaats van een vierkant. Ja, laat me even weten in de comments, vind ik hartstikke leuk. Goed, vandaag heb ik iets heel belangrijks. Ik heb zo meteen over 3 minuten al een afspraak eigenlijk met Cosmo, met Duffy. Dat is de meest bekende, bij de bank. Dan ga ik iets heel belangrijks met hem bespreken. Hij weet zelf nog niet wat ik ga doen met hem. En het is best wel iets belangrijks eigenlijk. Het is iets wat met de Fantastic Five te maken heeft. En ik moet hem eigenlijk overtuigen om iets voor me te doen. Als soort vriendendienst. Als Fantastic Five dienst. Ik moet hem eigenlijk overtuigen om iets te doen wat niet legaal is. Dus illegaal is. Maar ik denk dat Cosmo wel mee wil werken. Cosmo en ik zijn wel goede matties. Eigenlijk hero in Mindtopia. Goed, als allereerste, dit is eigenlijk mijn club eigenlijk hier nog steeds. Die laat ik lekker blauw. Of mensen zeggen, maak hem rood. Nee, ik ga geen geld aan wasten. Binnenkort weer een feestje. Ga ik ook even opnemen in plaats van streamen. Maar hier, voor mijn neus, staat mijn prachtige gebouw. Met de appels erop, mijn Foodtopia. Foodtopia is al een tijdje dicht, helaas. Omdat ik heb geen manager. En ik zocht een nieuwe manager, heb ik gisteren aangegeven. Hey jongens, ik zoek een nieuwe manager. Als jullie reageren en moeten denken wat de manager moet doen. Dan mag je misschien het gaan leiden. En dan krijg je altijd, als het goed is, 2 levels omhoog zelfs. Nou, hier zijn alle sollicitaties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sollicitaties heb ik binnen. Holy damn, dat zijn echt heel veel. Ik ga het even doorlezen. Manager, beste Dylan, ik zou graag bij uw voedsel willen runnen. Ik zou graag uw voedsel willen runnen. En niet alleen maar om de monies, bullshit. Maar vast wel. Maar om de eer van de Red Light District hoog te houden. Ik denk dat het inhoudt dat alle bestellingen opnemen en versturen van de food court. Dat de mensen die erin werken in de gaten houden. Ja, de bonus uitdelen. Heel goed. Boeken goed sorteren van bestellingen. Ik weet dat het niet een makkelijke taak is. Maar ik weet dat ik het kan. En het is van Dragerion. Ja, Dragerion heb ik al vaker mee gechilled op de server. Is een goede gast. Maar op die manier inderdaad heb ik gezegd van jullie moeten mij laten weten wat jullie denken wat het inhoudt. En ik heb eigenlijk die afspraak met Cosmo over een minuut, dus ik moet even doorlopen. Dat is wel even belangrijk. Nog steeds doe ik als half roleplay, want ik praat niet tegen jullie, en half niet roleplay. Dus dat is gewoon iets wat ik nog steeds doe. Maar ik had een afspraak met Cosmo. Holy damn, wat is dat hoog, hè? Het Fantastic Five bouw. Gisteren hebben we het huis van David gezien in zijn livestream. Het was echt insane, zijn dak, gewoon hoe hij woonde. Het is echt belachelijk. Maar, ik ga dus nu met Cosmo praten. Dat is namelijk een belangrijk iets. Ik wil meer macht hebben eigenlijk vooral. En dat wil het heel Fantastic Five. Ik bedoel, David gaat zelf het parlement in, heel ver wil hij gaan komen als eigenlijk de politiek in. En dat wil ik ook, want ik wil ook macht hebben eigenlijk in niet alleen Mindtopia, wat we nu hebben en wat ik nu heb, maar ook overal. Eigenlijk in de Cosmopolitan wat er aankomt, het Greyville, het Heratopia geloof ik. Dat soort steden wil ik ook macht hebben. Maar dat gaat gewoon niet op dit moment, want ik ben maar de zakenman. Ik heb zelf niet echt iets op mijn naam staan wat bekend is. Ik bedoel, geen directeur van de bank, geen hoge functie bij de bank. Ik heb geen hoge functie bij de politie, zoals David, de gemeente bij de David, zoals David heeft. Dat heb ik allemaal niet. En geen burgemeester zoals Lars heeft, dus ik heb helemaal niks op mijn cv staan. Dus nu ga ik met Duffy om een gunst vragen om mijn cv een beetje op te krikken. En oh kut, ik moet niet te laat komen. Als ik maar om een gunst ga vragen, moet ik te laat komen ook. Daar houden we niet van, dus dan gaan we het even doen. Daar gaan we. Even kijken, sollicitaties. Daar heb je hem. Hi Duff. Dylan? Ja. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Hey, ik ben net de tijd, of was je onze afspraak vergeten? Nee, ja. Maar dingen bij de bank gaat ook altijd door. Altijd druk met sollicitaties, met rekeningen, met... Ach man. Het is veel werk hè, bij de bank. Zeker weten. Ja, leuk masker op. Ziet er vrolijk uit. Dankjewel. Het is gewoon je klanten helpen met een lach. Met een lach. Oh, dan verplicht je eigenlijk met een lach. Ja, mooi. Net op een van 10.000 euro. Oké. Hey, zullen we ergens dit bespreken? Of boven bij jou bespreken? Of bij mij binnen bespreken? Wat vind jij fijn? Ik ga wel even op pauze gaan. Ik bedoel, ik ben de hele dag al aan het werk, dus... Je bent de baas, Duff. Natuurlijk, jij bent pauze. Je bent de baas, man. Ja, ik ga gewoon lekker even met jou mee. Ik bedoel, let's go. Ja, toppie. Mooie deurtje gaat automatisch dicht. Ja, dat natuurlijk is een soort van een ziekenhuissysteem, hè? Automatische deuren. Ben jij al een keertje maar binnen geweest, boven mij, in mijn, bij mijn winkel? Kantoor? Ik ben wel 1 keer met Lars en jou ergens boven geweest. Oh ja, nee, klopt. Dat was bij die campagne toen. Ja, daar gaan we binnen toe. Dat is ook fijn om dingen te bespreken natuurlijk in het kantoor. Daar is het kantoor voor gemaakt. En
Ja, gewoon geen pottenkijkers, geen gedoe. Het is, nou, dat weet je allemaal. Ik heb je uitgelegd, er hangen geen camera's. Dan kan je altijd eerlijk alles bespreken. En er komt er gewoon geen gezeik van. Dus dat is het belangrijkste. Kan je niet iets vertellen over het gesprek wat we hebben? Want jij had een vraag aan mij, maar... Ja, we kunnen het beter, denk ik, even echt puur dat we daar zijn pas doen, hoor. Want die pottenkijkers als die Jesse hier op straat. En die loopt dat Merry Christmas te roepen tegen iedereen. Hij is Sinterklaas. Ja. Dat is gewoon liefdadigheidsgedrag. Sinterklaas, kerstman. Ja, het is wel heel leuk. Het is heel vriendelijk. Maar dat soort gasten, als die het net verkeerd horen wat we zeggen, dan krijgen we daar gezeik mee. Dus van, oh kijk, ze doen iets wat het niet mag. Dus we gaan gewoon even lekker naar boven. En je weet waar het is, dus we gaan lekker naar binnen. Ja, nee, maar hoe loopt jouw winkel eigenlijk? Gaat het een beetje... Ja, stug. Ik heb het dichtgegooid, want mijn manager is vertrokken. Die is in één keer vertrokken naar Sunnyvale zonder iets te melden bij mij. Dus dat is iets waar ik vrij erg van baal. Dat is best wel erg van baal. Ik vind het niet zo fijn dat hij dat gedaan heeft. Maar, so be it. Dus ik zoek een nieuwe manager. En als die geopend wordt, dan wordt die de manager van mijn nieuwe winkel. Toevallig. Ja, toevallig. Dus dankjewel voor het vragen. Ik ga lekker zitten als je het niet erg vindt. Ja, tuurlijk. Oh, niet op de tafel. Heb je een watertje bij je? Ik heb water, ik heb lekker eten bij me. Dat gaat helemaal goed komen. Gelukkig. Hey, laten we meteen ter zaak komen. Met jou ben ik wel straight up, gewoon eerlijk. Ik ga niet eromheen draaien. Binnenkort komen er nieuwe steden uit, hè? Dus komt Cosmopolitan komt erbij. In Grayville, we kunnen er eindelijk naartoe. Want ja, het is eindelijk zover. En ja, zoals je misschien weet, David wil natuurlijk heel ver het parlement in komen. Die wil heel hoog komen in de politiek en die wil daar heel ver komen. En ook macht hebben in andere steden als Fantastic Five. Dat wil hij heel graag. Ja. En ik denk dat jij ook wel macht wil hebben als Fantastic Five in die steden. Ik bedoel, verdienen we allemaal heel veel geld aan als het gaat lukken, als we allemaal zo ver komen. Klopt. En op het moment ben ik eigenlijk de enige die dat niet gaat kunnen doen. Want ik kan wel op zich, ik heb heel veel geld. Ik kan wel heel veel bedrijven openen in die steden. Dat ga ik ook zeker doen. Maar ik heb niet echt een cv waarop staat van... Hey, deze jongen kan misschien minister van Defensie worden, weet je wel. Dat ik over het leger ga of over de politie ga. En daar wilden we wel eigenlijk mij voor aanstellen. David, ik dacht erover na om dat te gaan doen. Ja. En helaas heb ik daar niet echt de juiste dingen voor. Dus daarom kom ik bij jou. Voor het volgende. Het is even een lastige vraag, weet je wel. Maar puur om de Fantastic Five gedachten... Als jij me nou als bankbaas, directeur, mij een soort van baan aan kan leveren. Weet je wat tussen haakjes? Baan aan kan leveren als manager of onderdirecteur van de bank. Dan staat daar gewoon mooi op de cv. Even kijken hoor, even zien. Want ik heb natuurlijk net een aantal nieuwe werknemers. Eigenlijk een functie die niet eens bestaat nog. Gewoon onderdirecteur. Dus eigenlijk letterlijk van, ja, wat doet hij eigenlijk? Ja, hetzelfde moet je gewoon zeggen, hij doet hetzelfde als ik. Maar hij is de onderdirecteur en... Ja, het staat op mijn cv en dan werk ik daar gewoon, sta ik op het plot ingeschreven. En dan is van, als er een controle komt, dan ben ik daar ook wel eens een keertje gewoon aanwezig, weet je wel. En dan staat het op mijn cv, maar ik doe eigenlijk niet echt de baan. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Het is een hele zware favor, ik weet het. Dat sta ik echt bij in het krijt, maar dat kunnen we natuurlijk allemaal weer... Ja, maar goed, kijk, wat je ook al zegt, kijk, het is natuurlijk wel ook weer in de zin voor de Fantastic Five. En dat is wel iets wat we hoog moeten houden en... Als we natuurlijk verder mee willen komen, wat je zelf ook al zegt, moeten wij soms dat soort dingen gaan doen. En ja, kijk, ik bedoel, jij hebt mij geholpen met Kees. Mm-hmm. Sowieso als ik waarschijnlijk ooit eens een keer, stel het zo gebeuren, geldprobleem heb, dan ben ik de eerste die bij jou aanklopt. En dan weet ik bijna zeker dat je zegt, jongen, hier heb je het geld, kijk maar wanneer je terugbetaalt. Precies. Als ik eten nodig heb, dan kan ik korting krijgen. Dat van die dingen, dat hoor je gewoon te doen voor elkaar. Dan moet ik denk ik wel van een contractje in orde gaan maken. Natuurlijk een contractje... Dat je gewoon aanwezig bent. Noem het allemaal maar op. Precies. En misschien moet ik ook mijn prefix laten veranderen inderdaad. Dat het ook echt lijkt alsof ik er heel veel mee aan de bak ben. Die zijn denken mensen, goh, kan. Hij was toch zo'n vervelend zakenman. En dan denk ik, ben je in één keer bij de bank waar je je super netjes moet gedragen. En iedereen te woord moet denken van, huh? Ja, op die manier, als jij naar de volgende stad gaat zeggen. En wat heb jij gedaan? Ja, ik was een hele hoge functie bij de bank, hè. Ja, onderdirecteur bank. Ja. Oh, wat leuk. Dan kan je misschien daar in de bank werken. Of inderdaad, kan je wel onderweg met mensen werken, weet je wel, mensen helpen. Ja, dat kan ik zeker. Kijk maar, ik heb mensen leningen verstrekt en dit. Dus dat soort dingen kunnen we dan allemaal eigenlijk doen. Oké. Ik zie op zich het probleem er niet van in om jou niet daarin toe te laten. Zoals je zelf al zegt, je bent aanwezig, maar doet niet echt dingen. Ik bedoel, uiteindelijk ben ik natuurlijk supervisie. Je kan natuurlijk gewoon mensen aangesturen die al bij de bank werken, wel... Die werken al super lekker door. Ik heb de camerabeeld, dus ik kan alles in de gaten houden. Dus wat dat betreft, ja, op zich ja, dat is geen enkel probleem.
Dat is geen enkel probleem. Nou goed, dan zou ik even eigenlijk moeten een contractje even opstellen. Dan moet ik die even ondertekenen. Maar laten we dat niet hier nu meteen doen, want dat is niet zo heel slim. Dus als jij gewoon een goed contract hebt, inderdaad, even toch even bespreek nog met eigenlijk degene om je heen. Weet je wel, met de gemeente van, hey, er komt weer een nieuwe taak echt bij de bank. Ja, dat kan. Ja, maar ik heb nu niet een contract, want dat contract voor jou, daar ga ik natuurlijk even een aantal papieren ga ik even tussenuit halen. Dat een aantal contractverbindingen en een aantal dagen. En dit, weet je, moet ik allemaal een beetje mee sjoemelen. Natuurlijk als bankdirecteur kan je dat soort dingen gewoon doen, want ja, je bent toch de baas. Natuurlijk. Hey. En ik stil zit, dan sta ik bij jou gewoon in het krijt als je iets van mij nodig hebt. Joh, ik ben er altijd voor je. Dat is met dat gedoe met Kees. Hoe is het eigenlijk afgelopen met Kees? Ja, dat... Ach, man. Hij wil in ieder geval weer aan het werk en hij herinnert zich iets dat hij in... Ja, dat woord wil ik je eigenlijk niet laten vallen, maar het blauwe gebeuren. Daar liep hij en toen liep hij daar met een heel erg luguber persoon en daarna wist hij weer niks. En joh, dat... Man, zwaar aan de drugs die Kees gewoon, jongen. De politie kwam ook verder niet helpen. Die zei, we hebben niks raars meer gezien, hij is alleen s'avonds laat op straat. En hij wil weer aan het werk, hij wil een hond gaan nemen voor de deurwaarder. En ach joh, dat... Wat een maf, Kees. Nou ja, goed, als je ooit hulp nodig hebt met Kees of met iets, dan ben ik er natuurlijk altijd voor jou. Je bent er nu voor mij. En eigenlijk zijn we voor de Fantastic Five, gaan we verder komen en sterker komen. Tuurlijk. In andere steden. En misschien heb je ooit een keer iets van, hey Dale, misschien wil je met mij een keer een bedrijf starten in een beginstadje als je iets hebt. Yo, ik kan het makkelijk voor je financieren. Ik zeg niks over jouw geld hoor. Maar dan hebben we een soort van understanding eigenlijk nu. Ik zie waar je naartoe wil. En dat is super fijn natuurlijk om te weten. En daar gaan we het nog wel eens een keer vaker over hebben, denk ik. Dat wij gewoon misschien, wat jij zegt, samen een bedrijf starten is nog niet eens een slecht idee. Nee, zeker niet. En dat moeten we gewoon niet hier doen, weet je. Want hier laten we het hier gewoon lekker hoe het is. En dan een nieuwe stad erbij, in één keer bam. We hebben een bedrijf en in één keer onze namen zijn overal. Onze gebouwen zijn overal. En ik al die mensen denken, wat is dit? Ja, gewoon overal iets, weet je wel. Ik heb zelf, heb ik al in mijn gedachten om in Cosmopolitan, wil ik iets beginnen. Leuk. Ja, een voedselwinkeltje. Maar ik wil ook ergens kledingwinkeltjes. En dat soort dingen kunnen we kijken. Van oké, als we het samen doen. Kijk, ik hoor een woordje, hè? Maar jij zegt een kledingwinkeltje, voetbal. Wat nou als je een grote shoppingmall maakt met gewoon bam, een voetstuk erin, bam, een kledingstuk erin, een stuk van meubel, bam, gewoon dat je denkt van holy freaking shit. Nou zeg je maar, het eigenlijk een soort gigantisch gebouw waar ook heel veel andere bedrijven ook in kunnen kopen. Precies, en dan wij vangen dan het huur. Wij willen zeggen, wij willen minimaal 10% van de verkoopkosten hebben. En op die manier, het geld stroomt maar binnen en onze namen staan groot erbovenop. Onze kleur wat we zou willen. We kunnen zelfs de F5 erin zetten. Alles kunnen we dan doen. Dat is een hele goeie. Misschien moeten we dit idee ook in totaal eigenlijk voorleggen bij de Fantastic Five meeting die er binnenkort weer aankomt. Want het wordt weer eens tijd om de meeting te houden. Inderdaad. Ik bedoel, aan geld gaat het niet liggen. Nee. Van enige wat zeker is. Ja, en qua gemeentes, ik bedoel, als wij Lars een goed woord daar doen in die andere gemeente van, er zijn goede jongens, ze hebben dit en dat nodig, dan denk ik wel dat we veel dingen voor elkaar zullen krijgen. Ja, het moet lukken. Oké, dan hebben we eigenlijk een understanding. Zullen we wel lekker naar buiten gaan, want mensen vinden dat een beetje vreemd als ik hier zit met iemand. Ja. Dat is wat een beetje arg. Ik moet wel zeggen, wij worden heel erg voor niks in de gaten gehouden. Ja, dat klopt. We worden heel vaak geschaduwd door mensen dat ze achter ons aanlopen. Ik bedoel, is er iemand in mijn winkel nu? Kijk, het is dicht, maar hij staat er gewoon. Ja, dat je denkt van, zit hij ons nou af te luisteren? Of wat probeert hij, weet je wel? Dat je denkt van... Ja, ik zag ook wel dat mensen gewoon naar binnen aan het kijken zijn bij mij gewoon. Dan staan ze er buiten, dan willen ze er binnen kijken. Maar gelukkig kunnen ze toch niks horen daarboven. En daarom heb ik het laten bouwen daar. Dus zien ze ons wel discussiëren, dat mogen ze best zien. Maar er is daar niks verder te doen. Ze weten helemaal niks. Dat heb ik ook op Uptown hoor. Ik bedoel, alles daarboven is natuurlijk van mij die dikke villa. Ja. En je wil niet weten hoe vaak mensen daar langs lopen. Dat ik denk van... Wat doe jij hier? Weet je? Het is allemaal een beetje gek. Maar Duf, ik moet heel even terug naar mijn gebouwtje. Ja, ik ga ook weer aan het werk. Oh ja, tuurlijk. Je pauze is eigenlijk weer. Nou, je pauze is voorbij. Dat moet je zelf pauze, ik neem zo lang pauze als ik wil. Maar goed, ik heb nog heel veel te doen vandaag. Ik moet vandaag is wel leuk, misschien heel snel even te vertellen. Ik ga vandaag een aantal beslagleggingen leggen op een aantal huizen, een aantal plots. Dus mensen betalen niet. Hey, ik kom wel aan hoor. Let me know, Duf, trouwens, welke plots het zijn. Dat gaat goed komen, jongen. Gaat goed komen. Dat is goed, man. Hey, fijne dag. Dankjewel. Hey, rustig aan. Alright, goed. Het ging beter dan verwacht. Ik dacht dat Duffy is meestal wel een beetje iemand die heel sceptisch is van wat zit erin voor mij. Eigenlijk kwam het nu ook wel naar voren, want we zijn natuurlijk Fantastic Five. Hij weet gewoon op het moment dat er iets fout is met hem of hij een probleempje hebt, dat ik het kan oplossen. En jullie weten als kijker wel heel goed hoe ik dingen wel eens kan oplossen. Want ik heb helemaal geen staartje gekregen aan de... ja, ik ga het niet hier zeggen. Ik ga het lekker binnen zeggen in mijn huisje, want... Volgens mij hangen hier niet echt camera's, maar hier luisteren wel mensen mee in de lobby van de Fantastic Five Bouncers. Dus we lopen even lekker door naar binnen. Hups, oké, lekker dicht. Open en weer lekker dicht. Goed. Ik heb geen staartje gekregen aan de moord die ik gepleegd had laatst. Als maffiabaas daar ook bij de Blue Street eigenlijk.
Gijs zegt niks natuurlijk. Lala is heel erg tevreden. Tinky Winky en Lala. Er gaan geruchten over een Tinky Winky en een Lala. Over de Teletubbies. Maar joh, ze weten niet wie we zijn. Ze kunnen het ook gewoon niet weten. Weet je wel, ik had vorige keer wel een foutje gemaakt. Zei ik inderdaad Gijs tegen Gijs. Maar ik had toen die gozer gewoon doodgeschoten. Wie gaat het dan kunnen navertellen? Helemaal niemand. Dus het gaat allemaal goed. Het is allemaal heel veilig. Ik heb met Duffy besproken inderdaad dat hij mij een baan kan fixen die eigenlijk niet bestaat als een hele hoge pief bij de bank. Het staat goed op mijn cv, waardoor ik inderdaad vanuit daar door kan stromen. Uiteindelijk misschien dat een soort functie bij de politie heel hoog. Eigenlijk niet politie, maar echt heel hoog als in minister, ja, minister van Defensie. En dat wil ik wel. Dus als je heel hoog bent, dat ik eigenlijk met mijn maffiapraktijk heel ver kan komen. En dat ik onder de hoofd van de politie ben. Niemand die het zou verwachten, ooit zou kunnen verwachten. In ieder geval, dat zijn mijn plannen nu in Mindtopia. Hopelijk vinden jullie het hele vette plannen. Ik vind namelijk wel een heel vet plan wat we aan het doen zijn. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Als je het leuk vond, dan leg ik een blauw duimpje achter omhoog. Kijk even naar het kanaal van Duffy, staat beneden in de beschrijving. Hij heeft ook een heel leuk Mindtopia verhaal eigenlijk. Dus kijk ook zijn kanaal eventjes, mensen. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Laat hem wat tot ziens en peace.